Goedemiddag allemaal. Welkom bij Broodje Filosofie. Dat jullie wordt aangeboden door Studium Generale in samenwerking met Stichting Brandstof. Vandaag is onze gast Jan Dost. Hij is filosoof. Drost, met een R. Drost. Ik word ook wel Jan Dorst genoemd, maar... Drost. Okay. Geen Drosten, hè? Inderdaad. Hij is filosoof en schrijver van onder andere het boek Denken Helpt. En daarin gaat hij ten strijde tegen de gedachteloosheid. Ik zou zeggen, een warm applaus voor Jan. Nou, dank jullie wel en eet smakelijk. Nou, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, ik heb ongeveer een half uur de tijd en daarna hopelijk nog vragen van jullie of opmerkingen of tegenwerpingen. Om kort iets te verdedigen, eigenlijk het denken te verdedigen. En nou ja, als je een boek schrijft met als titel Denken Helpt, dan is de vraag natuurlijk, oh ja, helpt denken. Dus nou ja, ik ga proberen een soort kort voorbeeld te geven of een uitleg van waarom denken zou kunnen helpen. En het omgekeerde ook waarom gedachteloosheid misschien juist alles behalve helpt. Hè, dus eigenlijk komt het hele idee voor het boek voort uit het idee dat ik heel vaak na afloop van lezingen van mensen hoor van, ja, maar is ons probleem niet juist dat we te veel nadenken? En dat vind ik een soort kwantitatief term voor denken, van alsof we te veel nadenken. Nou, volgens mij is niet het probleem dat we te veel nadenken, maar of we goed of slecht nadenken. Volgens mij kun je beter nadenken. Dat is iets anders. Maar goed, helpt denken? Nou ja, dan moet ik eigenlijk eerst even een soort misverstand proberen uit de weg te ruimen rondom filosofie. Er wordt heel vaak gezegd dat filosofie zo zweverig is, omdat het zich zo bezighoudt met de grote vragen. De grote vragen naar goed en kwaad, de grote vraag naar de zin van het bestaan. Wat is de mens? Wie zijn wij? Wat doen wij hier? En nou ja, je zou kunnen zeggen dat we in een tijd leven die nogal pragmatisch is ingesteld. Dus we zijn geneigd om dingen een beetje klein te willen houden. Hou het klein, hou het praktisch, concreet. Hè, los die dingen dan zo op. Ik ga proberen tegenovergestelde te beweren. Dat als je echt de moeilijkheden in je leven te lijf wil gaan, dat je het zo groot mogelijk moet maken. Maar laten we even heel klein beginnen. Hè. Stel je voor, jullie worden gebeld door je beste vriend of je beste vriendin, uiteraard na afloop van deze lezing, want jullie telefoon staat uiteraard op stil. En dus je zet na afloop van de lezing je telefoon aan, 15 gemiste oproepen van je beste vriend of vriendin. Je belt terug en diegene is helemaal in tranen en zegt, ja, ik sta hier, weet ik veel, op de rand van de universiteitsgebouw. Nou, dat is een beetje overdreven. Ik zit thuis helemaal in tranen, mijn grote liefde heeft mij verlaten. Ik weet niet meer hoe het verder moet, snikker de snik. Wat doe je? Iemand, wat doe je als je beste vriend of vriendin je op die manier opbelt? Je gaat naar hem toe? Ja? Ja? Wie zou dat ook doen? Wie zou er naartoe gaan? Ja? Oké. Wie zou er niet naartoe gaan? Niet? Ah, oké. Nou ja, er was een keer iemand die zei van ja, als je het ook telefonisch kan oplossen. Dat, oké. Maar goed, volgende. Oké, je gaat er naartoe en dan? Wat, je belt aan, de deur gaat open en dan? Wie zei dat? Een knuffel, ja? Oké. Wie zou er ook zoiets dergelijks? Ja? Oké. Oh, knuffeltypes in Delft, oh leuk. Iemand nog iets anders? Nee? Ik denk dat ik zou met hem gaan praten wat er gebeurt. Dat je op zo'n moment is iemand heel emotioneel. Ja. Niet op een rationele manier dat we gaan benaderen, maar dat is gewoon een beetje begrip. Oké, dus niet al te rationeel benaderen, zeg je? Begrip tonen? Vragen wat is er gebeurd. Ja. Is er iemand die nog iets anders zou doen, hè, na de knuffel? Ja? Sorry? Thee zetten. Oh, oké. Okay. Ja. En mag ik vragen waarom je dat doet? Even pauze nemen. Ja. Thee helpt. Oh, dat had ook een boek kunnen zijn. Oh, echt waar. Oh, je bent echt nog een verse ervaringsdeskundige. Oh. Nou, thee helpt, jongens. Dat scheelt een heel boek lezen, ja. Oké, dus thee helpt. En iemand nog iets anders misschien? Dat, toch even kijken, hoor. Want, nee? Oké. Okay. Oh, iemand een beetje aan het lachen maken door, op een flauwe manier, zeg je, door dat. Ja.
Oh, oké. Okay. En waarom zou je dat doen? Iemand een beetje zo aan het lachen willen maken? Oké. Okay. Ja, ja, blijkbaar zou je er goed bij voelen. Ja, 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 oké. Okay. Nou ja, de vraag is een beetje, of kijk, je zou kunnen zeggen, kijk, nou trouwens, ik deed deze lezing een keer en toen was er een student die zei, gaat het om mijn beste vriend of mijn beste vriendin? Toen zei ik, oh, maakt het verschil? Ze zei, ja zeker, want als het mijn beste vriend is, een man dus, dan zou ik zeggen, verman jezelf, zei ze toen. Toen vloepte ik er per ongeluk uit, ik ben blij dat ik niet jouw beste vriend ben, maar nou ja, goed. We hadden geen ruzie in de afloop. Maar wat we ook doen, kijk, je kan zeggen, ja, natuurlijk help je, dat doe ik gewoon. Hè? Want je, bijvoorbeeld, je helpt je vrienden nu eenmaal. Of ja, maar liefdesverdriet, dat is heel belangrijk. Dat is nogal wat. Of minder. Minder belangrijk, dus iemand moet het zelf maar zien op te lossen. Of mannen mogen niet huilen, of wat dan ook. Het feit dat je thee zet voor iemand, het feit dat je iemand een knuffel geeft, dat je er naartoe gaat, dat lijken dingen die je nu eenmaal gewoon doet. Maar je zou kunnen zeggen dat al die praktische dingen, al die concrete dingen voortkomen uit een bepaalde opvatting die je hebt. Uit een bepaald idee dat je hebt, nou bijvoorbeeld over liefde. Ja, want als je denkt liefde, ach ja, het is leuk, maar als het er niet is, is het ook best. Dan kun je misschien vinden dat iemand met liefdesverdriet zich een beetje aanstelt. Ja, zo van, nou jongen, werk eens even aan je autonomie, hè? Dat gaat zo niet. En misschien vind je vriendschap het allerbelangrijkste wat er is. Dus als het je vrienden zijn, dan ga je er meteen heen. Je zou kunnen zeggen, dus jouw idee over liefde, jouw idee over vriendschap, ook jouw idee over wat is helpen. Hoe kun je een ander mens helpen? Kun je een ander mens helpen? Dat soort zijn hele grote ideeën, grote diepe waarden zou je kunnen zeggen, waarvan je je misschien niet altijd bewust bent, maar die jouw handelen elk moment van de dag sturen. Dat kan ertoe leiden dat je knuffelt. Misschien heb je ergens de gedachte ooit meegekregen dat het helpt om fysieke troost te bieden. Misschien ken je niet de hechtingstheorie, maar daar heb je een term die heet contacttroost bijvoorbeeld. Dat leert dat je inderdaad er gewoon voor iemand moet zijn. En mensen die heel oplossingsgericht dan zijn, die gaan soms dan, die weten niet hoe ze iemand moeten helpen. Maar inderdaad gewoon er voor iemand zijn. Desnoods zit je naast iemand, dat kan al helpen. Hè? Of een beetje afleiding zoeken, een beetje thee. Ja, sommige mensen die gaan op een enorme kroegentocht, ik zeg maar wat. Hè? Dus al die opvattingen daar, in al die handelingen druk je een opvatting uit, eigenlijk over vriendschap, over geluk, over het leven. En nou ja, een antwoord op de vraag, filosofie is zo zweverig omdat het zulke grote vragen stelt. Het omgekeerde is eigenlijk waar. Niet nadenken over de grote vragen van jouw leven, dat is eigenlijk zweverig. En nou ja, goed, kijk, als je op het omslag kun je zien dat ik denkbrillen heb. Er zijn denkbrillen op. Dat is eigenlijk een beetje gepikt van de filosoof Kant. Nou, hij gebruikte de term niet. Maar de denkbrillen hebben als merkje ook een filosoof. Dit is het merkje Epicurus, het merkje Sartre. En de gedachte is eigenlijk dat we, dat gaat al terug tot Kant, maar eigenlijk al terug tot Plato, Griekse filosoof, 2500 jaar geleden, dat we eigenlijk de werkelijkheid waarnemen door een bepaalde denkbril. Oftewel, we kunnen de werkelijkheid niet kennen zoals die is. We hebben een perspectief op de werkelijkheid. Als ik nu dus om me heen kijk, dan zie ik de wereld niet, maar ik zie mijn wereldbeeld. Als ik nu naar jullie kijk, dan zie ik geen mensen zoals ze zijn. Ik zie mensen volgens mijn wereldbeeld. Dus wat ik versta onder een mens, wat ik versta onder mannen, onder vrouwen, wat ik versta onder de wereld, wat ik versta onder een gelukkig leven, dat zit als het ware allemaal in mijn denkbril. En die bepaalt als het ware waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. En waarom ik dingen zie zoals ik ze zie. En waarom ik sommige mensen aardig vind en andere mensen lelijk of onaardig. Je zou kunnen zeggen op het moment, kijk, het voordeel van een goede denkbril is, een goede bril, een echte bril. Als die goed werkt, dan zie je hem niet. Dat is lekker. Hè? Want als je hem de hele tijd voelt, dat is vervelend. Ik heb zelf contactlenzen. Nou ja, als er iets onder zit of tussen zit, dan is het vervelend. Maar als ik niet door heb dat ik ze in heb, dan werken ze goed. En dat is ook met denkbrillen of denklenzen is dat zo. Als ze goed werken, dan heb je ze niet door. Maar het is toch goed om daarop te reflecteren zo nu en dan. Met name als je tegen moeilijkheden aanloopt in je leven of als iemand anders daar tegen aanloopt. Je zou kunnen zeggen, denken begint als je tegen moeilijkheden aanloopt. Ja, als de vanzelfsprekende werking van jouw denkbril, als er iets aan begint te schorten. Dan moet er gedacht worden. En je zou kunnen zeggen, we leven in een tijd die zo pragmatisch is dat we het heel klein willen houden. En als het ware het dakje willen repareren of de band willen plakken, zodat we weer voort kunnen. Maar de vraag stellen, ja, maar was je eigenlijk wel op de goede weg? Die wordt vaak niet gesteld. Hè? Je hebt vormen van burn-out die steeds meer met medicatie te lijf worden gegaan, bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik werk 80 uur in de week, ik zie mijn vrouw en kinderen nooit. En ik weet niet waarom ik zo moe ben en waarom ik af en toe in huilen uitbarst. Het zal wel een naderende burn-out zijn. Hoe kan ik dat probleempje isoleren en oplossen?
met een beetje mazzel is het iets in mijn hersenen. Hè? Dan kan ik dat verdoven of bestrijden met medicijnen. En dan kan ik weer door. Maar filosofisch gezien is het interessant om te kijken, ja, maar wat voor een denkbril heb jij op? Wat verwacht je eigenlijk van het leven dat je hebt? Maak het juist heel groot. De uitdaging die ik in mijn boek zeg maar, dat probeer aan te tonen is, maak het zo groot mogelijk, het liefst groter dan je kan voorstellen. Dus stel niet alleen de vraag, wat wil ik met mijn leven? Maar stel ook de vraag, wat ben ik eigenlijk voor wezen? Wat doe ik met het enige leven dat ik heb? En in wat voor wereld leef ik eigenlijk? En als je die allergrootste vragen stelt, dan kan het zijn dat, nou ja, wat jij dan een geïsoleerde burn-out noemt, of een depressie of wat dan ook, of tijdelijk ongeluk, dat voortkomt uit een bepaalde, ja, op het moment dat je doorhebt wat het grote plaatje is, de grote wereld is waarin jij wil leven, dan kun je bijvoorbeeld zien vanuit dat grote perspectief dat je eigenlijk al heel lang op de verkeerde weg bent. Het zal blijken dat als je meer duidelijkheid krijgt over dat grote wereldbeeld dat je hebt, want iedereen heeft een wereldbeeld, iedereen heeft een grote plaatje, dat je daar wellicht iets aan kan veranderen. En dat is eigenlijk meteen de volgende vraag. Waarom helpt denken? Nou ja, stel je voor, je hebt moeilijkheden, je bent ongelukkig of wat dan ook, en je denkt, ja, maar geluk en ongeluk, dat is gewoon een gevoel. Hè? Geluk is een gevoel, ongeluk is een gevoel. Ja, als iemand jou dan wil helpen, dan zeg je, ja, maar zo voel ik het nu eenmaal. En als iemand dan zegt, nou, hou eens op met dat voelen. Ja, dat lukt niet, je kan niet even anders gaan voelen, dat werkt niet. Maar de volgende vraag is dus, hebben we enige vrijheid om iets te verbeteren aan ons leven, om iets te veranderen aan ons geluk of aan ons ongeluk? Nou ja, daarvoor, filosofisch gezien zou je eigenlijk moeten zeggen, elke vorm van vrijheid begint met denkvrijheid. Waarom? Omdat je aan je gevoel kan je niet direct iets veranderen. Ja, je kan het tijdelijk verdoven, maar je kan niet even iets anders gaan voelen. Maar over je denken heb je nog wel iets te zeggen. He, niet op zijn Amerikaans hoor, niet zo van ctrl-alt-delete je brein en herschrijf je script, dat is misschien wel wat overdreven. Maar aan je denken kan je wel degelijk iets veranderen. Dat weten jullie allemaal, want daarom studeren jullie, omdat je weet dat je iets aan je denken kan veranderen. Door daar kennis aan toe te voegen en je die eigen te maken. Dus elke vrijheid begint met denkvrijheid. En wellicht dus elke mogelijkheid om iets aan je geluk te verbeteren, begint bij denken. Het omgekeerde is ook waar. Ik weet niet of jullie Anna Karenina kennen van Tolstoj. Iedereen aanraden om te lezen. Dat heeft de wereldberoemde openingszin. Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. En alle ongelukkige gezinnen zijn ongelukkig op hun eigen wijze. Het is een prachtige zin natuurlijk. Dus blijkbaar zijn we gelukkig op dezelfde manier. Maar ongelukkig zijn we heel erg uniek. Dat onderscheidt ons van elkaar. Maar zou ik dat een hele hopeloze gedachte vinden. Ik draai het liever om. Als je kijkt naar alle vormen van ongeluk die wij kennen. Wanneer mensen zeggen dat ze zich ongelukkig voelen of lijden. Hoe verschillend ook, zit altijd eenzelfde aspect in wat mij betreft. En dat is een ervaring van machteloosheid. Dus op het moment dat mensen lijden in hun leven of ongelukkig zijn, moeilijkheden hebben, verdrietig zijn, angstig zijn, er zit altijd een ervaring van machteloosheid in. Machteloosheid is een ervaring van onvrijheid. Nou, hoe kun je die machteloosheid daar wellicht een einde aan maken? Iets meer invloed krijgen over die machteloosheid en dus wellicht iets gelukkiger en vrijer worden? Dat begint bij denken. En daarom zou ik zeggen, denken helpt omdat het je vrijer maakt. En ik kan er natuurlijk nog heel lang over doorpraten, maar jullie denken, nou, kom eens even op met zo'n voorbeeld dan. Nou, dat gaan we even doen. Ik heb ongeveer 6 verschillende wereldbeelden uiteengezet, hè, van Epicurus tot aan Sartre en Foucault. Spinoza zit er ook in, Aristoteles. Maar ik dacht, misschien is het wel helemaal in onze tijd, omdat we hele gevoelige typjes zijn, hè, dankzij de romantiek, dacht ik, het is misschien goed om de Stoïcijnen even heel kort uiteen te zetten. Ik weet niet of iemand enige ervaring met de Stoïcijnen heeft. Ja? Ja. Nou, iedereen kent het woord Stoïcijns, denk ik wel. Hoe zou je het omschrijven trouwens, Stoïcijns? Wat bedoelt iemand als hij tegen je zegt, jij bent Stoïcijns? Ja, onverstoorbaar, ja. Word je graag Stoïcijns genoemd? Nee? Waarom niet? Nee? Delen jullie die mening dat het niet zo lekker klinkt om Stoïcijns genoemd te worden? Ja, daar zit het ook, hè? Dat cool een beetje, cool, onverstoorbaar. Die connotatie heeft het zeker, maar het heeft een negatieve connotatie ook voor een deel gekregen. En dat heeft te maken met dat we tegenwoordig heel veel waarde hechten aan een soort gevoel dat losstaat van ons denken. Dat gevoel belangrijker is dan denken. Dus het is een beetje een romantische erfenis dat we de Stoïcijnen een beetje gevoelloze knakkers vinden. Ze hebben het er zelf ook wel naar gemaakt trouwens. Want als je kijkt naar het Grieks en hun synoniem voor geluk erop naslaat. Geluk is bij hen apatheia.
dat helpt niet. Apatheia doet denken aan apathisch. Dus als de hoogste vorm van gelukkig zijn is een apathisch leven leiden. Ik weet niet wie van jullie, het is natuurlijk lente, dus iedereen is flink aan het daten en zo. Als iemand na afloop van de eerste date zegt, zo, je was de hele avond al heel erg apathisch. Daar word je niet heel erg blij van. Maar toch is dat wel wat ze bedoelen met geluk. En dat, dan kun je denken, nou wat een onzin, dat is mijn mening niet. Maar probeer maar eens te kijken in wat voor wereld ze leven. Zij zijn hele consequente grootdenkers, zal ik maar zeggen. Ik ga het gewoon even heel kort uiteenzetten. Dus bij de vraag, wat is een gelukkig leven? Nou, we beginnen gewoon bij het allergrootste. Hoppakee, in wat voor wereld leef ik? Dus niet klein houden, lekker groot maken. Nou, dan is daarna, zoom je in op je mensbeeld. En daar zit ook je zelfbeeld achter. En uiteindelijk, oh, dat gaat lekker. Dat is dus ethiek. En daar hebben de Grieken een prachtige term voor. Dat noemen ze de vraag naar het goede leven. Het goede leven. Dat omvat dus zowel gelukkig zijn, tevreden zijn, maar ook ethisch het samenleven met anderen. Dat valt er allemaal onder. Dat is een mooie. Dus dit is eigenlijk heel groot naar iets kleiner, naar het meest praktische, namelijk elke handeling van vandaag de dag. Dus wil ik weten wat het goede is, moet ik niet hier beginnen, maar daar. Nou, hoe doen de Stoïcijnen dat? Nou, ik teken even een wereld. Zo. Is die een beetje rond? Ik denk bij paas. Nou, dat lukt nooit. Elke keer teken ik een soort paasei. Dat is heel... Nou ja, goed. Dit is dus de wereld. De Stoïcijnen vragen zich dus af, als ik gelukkig wil worden, als ik vrij wil zijn, moet ik weten in wat voor wereld ik leef. Anders dan zweef ik. Dan ben ik een machteloos zwevend individuutje of typetje. Nou, de vraag is dan, één, in wat voor wereld leven zij? Nou, zij zeggen als eerste, één, de wereld is een eenheid. Dus de wereld is één. En daar hebben ze een prachtig woord voor, dat heet sympatheia. En dat betekent, alles hangt met alles samen. Er is een soort noodzakelijke samenhang van alles. Alles wat hier gebeurt, alles wat je ziet, vormt een eenheid. We zijn allemaal één, kan je zeggen. Dat zeggen ze als eerste. Het tweede is, die eenheid is niet een chaotische eenheid. Die eenheid is door en door redelijk. Ik zou een hele grote R eigenlijk kunnen tekenen zo. We leven in een door en door redelijke wereld, volgens de Stoïcijnen. Dat betekent dus dat toeval niet bestaat. Als we zeggen iets is toevallig, dan betekent dat volgens de Stoïcijnen dat we gewoon niet goede oorzaken begrijpen. En niets gebeurt zomaar. Het is dus niet chaos. Het is orde. Het is redelijkheid en het is eenheid. Goed, als je dat aan... Kijk, we zouden nu zeggen dat alles natuurwetmatig aan elkaar hangt. Hè? Dus die redelijkheid, kijk, als ik dit ding laat vallen... Nou, ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat hij 100 keer naar beneden gaat. En niet de 98ste keer opeens naar het plafond vliegt. Hè? Dus dat is redelijk. Dat is een natuurwetmatigheid. Dat kan je begrijpen. De zwaartekracht. Nou, dan is de volgende. Als ik geloof dat ik in een wereld leeft die van redelijkheid aan elkaar hangt, dus kausaal verband houdt met elkaar, en waarin alles in feite vast ligt, hè, dus geen ruimte voor toeval, dan heeft dat gevolgen voor mijn mensbeeld. Dat kan niet anders. Nou, wat voor mensbeeld ben ik? Nou, dan gaan ze heel consequent zich afvragen, wat is een mens in een redelijke wereld? Nou, dan moet hij voldoen aan die eenheid en die redelijkheid. Oftewel, ik moet een redelijk wezen zijn. Nou, oké, okay, dan is de mens dus, dit ben ik dan, dit zijn jullie... Allemaal kleine erretjes. De mens is dus een redelijk wezen. Ik denk dat misschien nu al mensen denken, nou, als ik zo eens om me heen kijk, mens een redelijk wezen, ik weet het niet. Valt toch tegen, maar ze gaan zo meteen consequent aantonen dat het wel degelijk het geval is. En dat we in een eenheid leven. Dat betekent dus dat wij niet losstaan van de wereld, maar dat we er een onlosmakelijk deeltje van zijn. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de redelijke eenheid van alles. En nu kom je dus bij de vraag, wat is geluk? Nou, de geluk is volgens hen de wereld begrijpen. Begrijpen wat er gebeurt. Begrijpen dat alles wat jou overkomt, alles wat er gebeurt, dat redelijk noodzakelijk is. En geluk is begrijpen wat er gebeurt en je daarmee neerleggen. Want de grote hoop van de Stoïcijnen is dat als de wereld redelijk is en wij hebben een redelijk vermogen, dat we onze reden dus in overeenstemming kunnen brengen met de redelijkheid van de wereld. En eigenlijk doen we dat ook vaak. Hè? Als we iets willen begrijpen, dan gaan we vragen naar de oorzaak. Als je boos op mij bent, dan ga ik zeggen, oh waarom? Oftewel, ik wil de oorzaak weten. Dan begrijp ik dat en dan kom ik tot rust, zou je kunnen zeggen. Nu kun je misschien afvragen, oké, okay, tot zover het duidelijk, maar waar blijft het gevoel? Want de Stoïcijnen kunnen wel zeggen, ja, gevoel kan niet, maar ik voel wel degelijk wat. Nou, volgens hen is het een grote denkfout om te zeggen dat gevoel en denken los van elkaar staat. Wij zouden onszelf nu als een soort achtje tekenen, hè? Namelijk hier is dan verstand of reden en hier is ons gevoel. En die staan vaak los van elkaar. Je zou kunnen zeggen dat is een soort mensbeeld, wat volgens de Stoïcijnen berust op een denkfout. Want consequent geredeneerd kunnen we niet tweeledige wezens zijn met verstand en gevoel.
want de wereld is één. Dus dat gevoel kan daar helemaal niet in bestaan. En nu denk je, ja, nou leuk, ik doe niet meer mee met die stoa, want ik voel toch wel degelijk wat. Nou, nu komt-ie. Even een hele crue definitie van een gevoel. Een gevoel, een emotie volgens de stoïcijn is een denkfout. Een pijnlijke denkfout. Dus wat je voelt is niet iets wat geen gedachte is, het is een gedachte die onjuist is. Je moet je voorstellen, stel je voor dat de redelijke loop der dingen een soort achtbaan is, in zo'n glijbaan in zo'n zwembad. En dat als je begripvol meebeweegt, je verstand is in overeenstemming brengt met, begrijpt wat er gebeurt, dan beweeg je lekker mee. Dat is gemoedsrust. Op het moment dat je, weet ik veel, met je benen haaks of los of zo gaat zitten of zoiets raars in dat zwembad probeert, in die glijbaan, dan doet dat ontzettend pijn. Dat is niet je gevoel, dat is een pijnlijke denkfout. Dus dan begrijp je niet goed wat er gebeurt. Als je niet goed begrijpt wat er gebeurt met je, dat doet pijn. Maar dat is niet iets anders dan voelen, dat is denken, dat is een denkfout. Nu kun je denken van ja, nou leuk en aardig, maar ik heb toch wel degelijk af en toe dat ik iets heel naars voel. En soms weet ik wel dat iemand het niet zo bedoelde, maar het blijft maar naar voelen. Dus ik voel dat wel degelijk, dat dualisme zou je kunnen zeggen. Nou, volgens de stoïcijnen komt die machteloosheid, dat je gevoel toch naar blijft terwijl je wel beter weet. Dat dualisme is niet iets wat per definitie bestaat. Die machteloosheid komt voort uit de gedachte dat denken en voelen los van elkaar staan. Dat is iets heel anders. Hè? Dus dat je kan denken wat je wil, maar je gevoel werkt niet mee, komt voort uit de gedachte dat die twee los van elkaar staan. En dat is iets heel vreemds. Maar ik zal een voorbeeld geven. Hun mensbeeld, consequent, is ongeveer zo. Wij zijn allemaal een soort paaseitjes. Wij zijn namelijk allemaal redelijke wezens die moeten begrijpen wat er gebeurt. Ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Ik weet niet hoe het met de fietsendiefstallen in Delft zit. Is dat een beetje... Gaat het goed met de fietsendiefstal? Oké. Nou, stel je voor, we zijn nu even in Amsterdam. Dat is mijn eigen actieradius een beetje. Stel, we zijn nu in Amsterdam. Dat kan hier ook wel. Stel je voor, ik ben op de fiets hier naartoe gekomen vanuit Amsterdam. Ik loop naar buiten. Mijn fiets is gejat. Jullie komen ook net zo naar buiten. En jullie treffen mij daar vloekend, scheldend en tierend aan. En je vraagt van, nou... meneer Dost, of Dorst of Drost, wat je wil. Waarom ben je zo boos? Waarom ben je zo gefrustreerd? Dan zeg ik, ja, logisch, dat komt omdat mijn fiets is gejat. Nou, een stoïcijn, als jullie stoïcijn zouden zijn, zeg ik, nee, dat komt niet omdat je fiets is gejat. Want in principe is dit een hele redelijke wereld. Dus in principe kan niets in de wereld ons verdrietig maken of boos of bang. Als we verdrietig, boos of bang zijn, dan komt dat... Dat is namelijk pijnlijk, dat is vervelend. Dan maken we blijkbaar een denkfout. Als je namelijk alles goed zou begrijpen, zou je geen angst, verdriet of pijn ervaren volgens de stoïcijnen. Volgens hen. Namelijk, de gedachte dat men... dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, waarom ben je zo boos? Zeg je, ja, waarom moet mij dit nou weer overkomen? Waarom uitgerekend mijn fiets? Nou, misschien voel je hem al aankomen. Dat is een denkfout. En een pijnlijke. Want als ik de statistieken erop nasla van het aantal diefstallen van fietsen in Amsterdam en misschien dus ook in Delft, dan is de grote denkfout om te denken dat het uitgerekend mij overkomt. En juist die denkfout, die maakt de frustratie en de woede groter dan nodig. En zo kun je achter elkaar doorgaan. Dus dat het mij moet overkomen is een onjuiste gedachte. Dat het nooit gebeurt en dan opeens wel. Nou, het overkomt iedereen. Op die manier maken ze als het ware verdriet en woede en boosheid kleiner. Dan kan je denken, ja, wat kan je er precies mee? Nou, het is in die zin een cognitief interessante gedachte, want ik weet niet of jullie een beetje thuis zijn in therapievormen. Bijvoorbeeld cognitieve therapie, je hebt rationeel-emotieve therapie, bepaalde vormen van mindfulness. Zonder dat sommige psychologen het weten, gaan die allemaal terug op het gedachtegoed van de stoïcijnen. Omdat het namelijk een fantastisch medicijn is tegen machteloosheid. Ze zeggen niet zozeer dat je niet mag voelen, maar als je verdriet of je angst of je pijn groter is dan wellicht redelijk, dan heb je een houvast. Want als grote angst of verdriet, als daar een soort giftig gedachtenvlammetje onder brandt, dan kun je als het ware die gedachte proberen recht te zetten. Letterlijk recht, door je rechte reden te gebruiken, door te begrijpen. Als het waar is, zoals wij sinds de romantiek geloven, dat denken en voelen los van elkaar staan, dan zijn we machteloos overgeleverd aan de willekeur van onze gevoelens. Dus volgens hen, je zou bijna kunnen zeggen, stoïcijnen zijn niet nodig voor mensen die heel rationeel en cool zijn, maar juist voor mensen die lijden aan te veel of te heftige gevoelens. Want blijkbaar maken die gedachten die pijnlijk zijn. En ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Nog heel eventjes. Nog 10 minuten. Nou, ik dacht misschien, nu even los van de fiets, misschien maar even meteen doorknallen naar de grootste ervaring van machteloosheid die we kunnen hebben.
Want daar hebben de Stoïcijnen ontzettend veel over geschreven. En dat is de ervaring van onze sterfelijkheid. Nou, je hebt een Romeins filosoof die heet Epictetus. En Seneca, misschien ken je die naam, die kon er ook wat van. Die schreef hele mooie troostbrieven. En die zeiden... kijk, Epictetus die heeft als gedachtetip, die kan ik jullie meegeven, kun je meteen uitproberen de rest van de dag. Die zei, bij alles wat er gebeurt, moet je de volgende vraag stellen. Valt het binnen mijn macht of valt het buiten mijn macht? Dus bij alles wat er gebeurt, moet je dat vragen. Valt het binnen mijn macht om hier iets aan te veranderen of valt het buiten mijn macht om hier iets aan te veranderen? Op het moment dat je concludeert, door goed te begrijpen wat er gebeurt, op het moment dat je concludeert, dit valt buiten mijn macht, zeggen ze, moet je het onmiddellijk loslaten. Dat is heel interessant, want zij zeggen dus, machteloosheid bestaat eigenlijk niet. Machteloosheid is de poging om je iets te veranderen aan dat wat je niet kan veranderen. Dat is iets anders. Dus je bezighouden met dat wat buiten je macht valt, geeft een ervaring van machteloosheid. Dus dan moet je dat niet doen. En de allergrootste vorm van machteloosheid kun je zeggen, creëer je door te vechten door de allergrootste redelijkheid en rechtvaardigheid van allemaal. En dat is dat we sterfelijke wezens zijn. Dus iedereen die daar tegenin probeert te gaan... Die zal machteloosheid ervaren. En nou, ik zal even een klein citaat voorlezen. Ik maak het mezelf niet makkelijk wat dat betreft. Ik lees een heel klein stukje voor van Epictetus. Die heeft een soort gedachteoefening die je dan elke dag om je heen kan toepassen rondom sterfelijkheid. Het valt hem namelijk op dat mensen zeggen, ja, ik wil best wel geloven dat ik sterfelijk ben, maar ik wil er niet aan dat mijn dierbaren dat ook zijn. Dat is een soort angst voor de dood die je kan hebben. Niet die van jezelf, maar juist die van de mensen van wie je houdt. En dan komt hij met deze gedachteoefening. En precies dit stukje heeft ertoe geleid dat de Stoïcijnen meestal de prullenbak ingaan. Dus doe de deur op slot, dat ze niet eruit kunnen, want ik ga het nog uitleggen. Komt-ie, Epictetus, gedachteoefening. Vergeet niet om telkens als iets jou fascineert, van nut is of dierbaar, even stil te staan bij de waarde van het object. Begin maar helemaal onderop. Het is gewoon praktisch. Begin maar helemaal onderop. Stel je bent aan een potje gehecht. Zeg dan, aan een potje meer niet ben ik gehecht. Mocht dat ooit breken, dan raak je niet van streek. Oké, volgende stap. En stel dat je je kind of je vrouw kust, dan is het een sterveling meer niet geef ik een kus. Komt die ooit te overlijden, dan raak je namelijk niet van streek. Wat vinden jullie daarvan? Wie denkt, nou dat ga ik meteen proberen. Wie gaat dit niet? Wie vindt dit geen interessant? Wie vindt het een lastige oefening? Wie denkt, nou, dit vind ik echt niet leuk dit. Ja? Oké, zou iemand anders misschien wat? Wat hij eigenlijk zegt, eigenlijk als je dus, hij is dan een man, zeg maar. Dus als je dan een hetero man dan, als je de keuken binnenkomt 's ochtends bij het ontbijt, je geeft je vrouw een kus en dan denk je, een sterveling geef ik een kus. Dan kus je je kind en dan denk je een sterveling geef ik een kus. En dan zegt hij ook nog, komen die te overlijden, dan raak je niet van streek. En dat, hij zegt dat je dat elke dag moet oefenen. Ja? Ja. Ja, dat... Nou ja, dat is, ja, ik denk, je zou je kunnen afvragen of mensen daar rekening mee houden bij het beginnen. Je denkt aan een begin, niet aan aan een einde. Ja, dat zou kunnen. Ja? 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 Nou, misschien, laat hem even bezinken. om deze reden wordt hij vaak als een soort halve psychopaat weggezet, die Epictetus. En gisteren riep iemand helemaal boos, hij heeft zeker zelf geen kinderen. Hè? Dat is, nou ja. Maar je zou het om kunnen draaien. Je kan denken wat een deprimerende gedachte, maar nu komt zeg maar de Stoïcijnse oefening in geluk. Dat is de gedachte dat jouw dierbaren zullen gaan overlijden. Dan kun je denken, ja, dat vind ik een deprimerende gedachte. Maar redelijkerwijs kan dat niet deprimerend zijn, want dan zouden we in een deprimerend universum leven. Dat kan niet, want alles is redelijk en goed. Dat is namelijk een wereldbeeld. Dus waar komt dan toch dat verdriet of die angst of die ellende vandaan? Die kan maar uit één ding voortkomen, en dat is dat we een denkfout maken. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als iemand tegen mij zegt, alle mensen zijn sterfelijk, dan zeg ik, ja, tuurlijk, dat weet ik ook wel. Ik ben niet gek, dat weet ik. Maar weet ik het eigenlijk wel echt? Ik wil het best geloven van mensen die ik in de krant lees en op tv zie,
Maar stiekem, ik vraag me af of ik daarin de enige ben hier, stiekem doe ik net alsof mijn ouders, mijn geliefden, mijn vrienden, alsof die onsterfelijk zijn. Wie doet dat stiekem ook eigenlijk wel? Wel een beetje, ja. En zij zeggen, nou, stoïcijn zou zeggen dat is een pijnlijke denkfout die jou nog duur zal komen te staan. Want het gebeurt namelijk toch wel een keer. Dat is de redelijkheid van de wereld. Dan kun je zeggen, ja, maar daar wil ik niet aan denken. Dat vind ik te deprimerend of te beangstigend. En dan zeggen zij, die angst of dat verdriet of die depressie kan alleen maar voortkomen uit een denkfout. En welke denkfout is dat? Dat ik niet mijn denken in overeenstemming breng met hoe het leven is. Maar dat ik een ander leven mij voorspiegel, een andere wereld verzin, een soort parallel universum verzin, waarin mensen onsterfelijk zijn, nooit ziek zullen worden, er altijd voor me zullen zijn, nooit weg zullen gaan. En dat parallele universum, die ideale wereld die ik daar mij voorspiegel, die bestaat niet, die verzin ik, oftewel die verzin ik gewoon out of the blue. En dat schabloon leg ik over de wereld zoals die is, namelijk redelijk en goed en alles ligt vast. En die vergelijking, die zorgt ervoor dat ik verdrietig word en angstig. Dus niet de sterfelijkheid van mensen zelf, maar de gedachte dat het niet zou mogen, dat het niet zou horen. Die gedachte is fnuikend volgens de stoïcijnen. En gek genoeg, elke keer als ik dit voorbeeld heb genoemd, ja, nu doe ik hem iets vaker dan, maar is denk ik iets minder vaak de stoïcijnen in mijn lezingen. En elke keer als ik dan weer naar huis ga, dan denk, schoot het weer door mijn hoofd. Ik heb eigenlijk mijn vader echt al heel lang niet gezien. En elke keer neem ik me voor om dan weer eens te bellen. En ik heb het idee dat Epictetus dat bedoelt. Hij bedoelt dus niet, ga een beetje zitten somberen en terwijl je vrouw een kind kust. Maar realiseer je van welk materiaal zij gemaakt zijn. Het is niet toevallig dat hij eerst met een potje begint. Een potje is van aardewerk. Dat kan stuk vallen. Moet je maar eens kijken hoe je reageert als een erfstuk, een vaasstuk valt. Het is goed om je te realiseren dat het maar klei is. Maar eigenlijk zegt hij, mensen, jouw dierbaren, zijn ook van aardewerk gemaakt. En aardewerk is vergankelijk. En een andere stoïcijn heeft een prachtige term, Seneca, die zegt, je moet stevig de hand op het heden leggen. Dat is een hele mooie term. Je moet stevig de hand op het heden leggen. Oftewel, door je de tijdelijkheid van je dierbaren in jezelf te realiseren, ga je de tijd die je hebt heel dankbaar en heel goed besteden. En dan denk ik van, ja, oké, dan ga ik volgende week mijn vader bellen. Ja, want deze week heb ik het te druk. En dan heb ik het zelfs in mijn agenda gezet. En dan opeens denk ik, ik zou mijn vader nog bellen. En dan blader ik terug, is er gewoon weer een maand voorbij. Dan zeg ik, nou, maar oké, na het weekend ga ik hem echt bellen. Soms gaat er gewoon weer een maand voorbij. Dus wat ik doe, ik leef vanuit de denkfout dat mijn vader er altijd zal zijn. En dat is een denkfout die, dan laat je de tijd door je vingers glippen, zou Seneca, de stoïcijn, zeggen. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Hè. Dus als het ware memento mori, gedenk te sterven, met als reden carpe diem, hè, pluk de dag, want elke dag kan de laatste zijn. Dat daarover, en ik zal nu afronden. Het is lente, dus laat ik met een iets ander thema eindigen dan. Misschien even weer wat breder trekken. Dit is een van de voorbeelden waarin ik dat probeer op uiteen te zetten. En eigenlijk doe ik dit op 5, 6 verschillende manieren in het boek. Dus vanuit Aristoteles, vanuit Spinoza. Maar ook vanuit de gedachtegang van iemand als Sartre, hè, dat is een 20e eeuws filosoof. Nou, je zult zien dat hij een totaal ander wereldbeeld heeft. Ik bedoel, als je denkt, ik heb behoefte aan enorm veel vrijheid, echt dat de vrijheid me om de oren giert, dan moet je Sartre lezen, want vrijer dan bij Sartre wordt het niet. En ik lees Sartre bijvoorbeeld zelf graag als ik een schop onder mijn kont nodig heb. Want met Sartre ga je onmiddellijk dat doen wat je eigenlijk het liefste wil doen in je leven. Sterk als je dan nog kan luieren daarna. Dus wie met studievertraging zit, lees het hoofdstuk over Sartre en dan ga je als een gek studeren. Wel met een soort paniek, maar goed, dat doet er niet toe. Tot slot, kijk, het interessante is, je zou door je al bewust te worden van het feit dat je dus meerdere wereldbeelden hebt en dat je die wellicht eigen kan maken, word je niet alleen bewust van het feit dat er meerdere zijn. En dat je dus in die zin enigszins iets te kiezen hebt, dat is al heel bevrijdend, dat is al vrijheid. Hè? Weten dat jouw wereldbeeld niet de enige is. Maar een ander aspect is, ja, in het laatste hoofdstuk noem ik dat filosofische empathie. Het leidt ertoe dat als je daar vaak mee bezighoudt, dat je bewuster wordt van de wereldbeelden van de mensen om je heen. Het is een hele leuke oefening om te kijken naar het gedrag van mensen en naar de manier waarop ze praten en over jou praten en zich gedragen. En wat ze zeggen om daar als het ware ervan uit te gaan dat alles wat zij doen en zeggen, dat het voortkomt uit een bepaalde opvatting van een mens, vanuit een bepaalde opvatting van geluk en een bepaalde opvatting van de wereld waarin zij leven. En als je dat vaker oefent, dan zou je kunnen zeggen, dan wordt het makkelijker om je te verplaatsen in andere mensen.
Want nou ja, ik heb een aantal lezingen bijgewoond over empathie. En ik vind het is een hele mooie onderwerp, een heel mooi onderwerp. Mooie onderwerpen die daarbij komen, maar heel vaak wordt empathie weggezet als iets wat alleen maar een gevoel is. Zo'n spontaan medegevoel met mensen. Dan zeggen mensen ook, ik ben van nature empathisch. Oh ja, nou, ik niet. Ik heb dat gewoon niet. Dat is eigenlijk jammer, want filosofische empathie kun je leren. En moet je maar eens even teruggaan naar een ervaring in je eigen leven. Dat je echt meevoelde met iemand. Echt empathie met iemand voelde. Grote kans dat je dat pas voelde nadat je je bewust had geprobeerd je in de gedachtenwereld, in het leven van die ander te verplaatsen. Dat je opeens probeert voor te stellen hoe het is om dat leven van die persoon te leiden en om dat mee te maken. Dat is een bewuste gedachteoefening. Je zou kunnen zeggen, empathie is dus de bewuste gedachtenpoging om je te verplaatsen in het leven van een ander. Dus, afsluitend kun je dus in die zin zowel jezelf beter leren begrijpen, de plek in je wereld beter leren begrijpen, maar ook die van anderen. En nou, als allerlaatste wil ik nog even een motto van de filosoof Kant aanhalen. Ze heeft op een gegeven moment de uitspraak sapere aude, en dat betekent zoiets als durf te denken, of heb de moed om te denken. En dat vind ik een hele interessante, want het is eigenlijk heel humanistisch. Hij zegt dus niet, je hebt domme mensen en slimme mensen. Hij zegt, iedereen beschikt over een verstand dat hij kan inzetten om vrij te worden, om gelukkig te worden. Alleen blijkbaar zijn er redenen om je gedachten, om je verstand niet te gebruiken. En daarom zegt hij, je hebt de moed om te denken. Nou ja, moed heb je nodig als je bang bent. En daarom zegt hij ook, durf te denken. Blijkbaar zijn er redenen om liever niet te denken, om liever onnadenkend te zijn. Dat kan je afvragen, hè, als je de volgende keer de hele avond, naar SBS6 of naar de Tros hebt gekeken, dat je afvraagt, waarom doe ik dat tot de hele tijd? Of waarom ga ik door de Kalverstraat zwalken of door de Winkelstraat als ik me niet goed voel? Blijkbaar zijn er redenen om de allergrootste vragen van ons leven niet te stellen. En ik zou eigenlijk met Kant willen zeggen, heb de moed om dat wel te doen. Want angst wordt vaak heel negatief gezien, maar angst zou best wel eens een hele goede raadgever kunnen zijn. Want als je de allergrootste vragen van je leven stelt en je schrikt daarvan, grote kans dat je op hele interessante dingen stuit over wat je eigenlijk echt wil met je leven. Het ergste wat je kan overkomen is dat je denkt, oh, maar dan ben ik op dit moment verkeerd bezig. Het lijkt me prima om dat vroeg te ontdekken dan veel te laat. En daarom wens ik iedereen tot slot de schrik van zijn leven toe en veel verstand en geluk. Dankjewel. Bedankt voor je verhaal. Als iemand een vraag heeft, dan kom ik langs met de microfoon, want anders kan het niet worden opgenomen. Is er een vraag? Ja. Ik vraag me af, is een van de brillen in jouw boek misschien het boeddhisme? Mag ik vragen waarom je dat... Deed je eraan denken misschien? Nou, dat staat er eigenlijk los van, maar bij Stoïcijns deed me inderdaad aan denken, ja? Ja. Maar onlangs kwam ik tot de ontdekking dat, mijn persoonlijke bevinding was dat, dat heel veel westerse filosofen nogal tobbers zijn. Mm-hmm. En dat in het boeddhisme vind ik heel veel van dat geworstel niet terug. Er zit veel meer acceptatie in. Ik vind dat zelf op dit moment een hele interessante bril. Nou, ik heb het overwogen inderdaad, maar ik vond uiteindelijk, omdat ik me toch altijd wel op zoek ga naar manieren van denken die ook wel meer verbindingen met andere mensen probeert te leggen, vond ik het in die zin niet te onderscheidend of niet zo anders dan de Stoïcijnen dat ik die aparte er nog bij heb gezet. Maar dat had zeker gekund, boeddhisme had gekund. Maar kijk, uiteindelijk heeft die Stoa ook al een aantal van dat soort onthechtingsmethodieken, kan je zeggen. In die zin ben ik ook geen Stoïcijn hoor, ik ben een Aristoteles interessante die zegt juist dat je vrij wordt dankzij de mensen om je heen. Terwijl zij juist zegt, hecht je niet te veel aan mensen, dat maakt afhankelijk. Maar boeddhisme zeker, ja, dat is zeker een heel interessant, ook echt vanuit een wereldbeeld geredeneerd, klopt. En het is officieel geen godsdienst, hè, dus het zit ook echt een soort, alles is één idee achter. Ja. Nog een vraag? Dat voorbeeld van die fiets wat jij gebruikte, ja. Je kan goed zien dat je daar een denkfout, in maakt. Mm-hmm. Want op het moment dat blijkt dat hij niet gestolen was, maar om de hoek stond omdat je vergist had, dan is die emotie weg. Ja, precies. Maar hoe kan je dat oefenen? Ik wil iedere week een fiets laten stelen, is wat kostbaar. Nou, je kan deze, volgens de Stoïcijnen moet je juist de hele dag door die dingen oefenen. Maar niet alleen heet het met die gestolen fiets, maar met alles.
Ik moet regelmatig aan Seneca denken als ik weer in de verkeerde rij sta bij de Albert Heijn. Op de meer, dat kan ik blijkbaar. Of er is ook iets heel merkwaardigs. Op de een of andere manier begint het heel vaak te regenen op het moment dat ik de deur uitga. En heb ik wel eens de neiging om te denken, nee, het regent niet op hetzelfde moment. Nee, het regent omdat ik de deur uitga. Nou, en het is in ieder geval voor mijn humeur echt zeer behulpzaam om te denken dat daar geen causaal verband tussen is. Althans, er is niet een soort, die regen zit niet te wachten, oh, daar heb je hem jongens, gooi die kramen open. Eigenlijk kan je dat de hele tijd. Of ze hebben ook een prachtig voorbeeld met als mensen over je roddelen. Dan hebben we de neiging om te denken, ja, ik ga die kwaadsprekerij rechtzetten. Ik ga erachter, wie is de stichter van die kwade roddel over mij? En nou, moet je voor de grap maar eens proberen. Ik denk, iedereen die dat wel eens geprobeerd heeft om een roddel over zijn persoon recht te zetten, dat is echt een oefening in machteloosheid. Stoïcijnen zeggen, wat valt er binnen jouw vermogen, wat valt er buiten? Nou, de gedachte en het gedrag van andere mensen, hoe graag we dat ook willen sturen, valt buiten onze macht. Al zegt diegene, ja hoor, ik zal het nooit meer doen, vingers achter de rug. Hè, en ja, je voelt het gewoon op het moment, en dan zeg je, meen je dat echt? Meen je dat echt? En dan gaan we zeggen, beloof het dan. We voelen dat we iets doen wat we eigenlijk niet kunnen. En op die manier kun je dus op alle mogelijke manieren proberen, kan je het oefenen wat hem betreft. Door steeds je af te vragen, wat is de oorzaak hiervan? En in hoeverre ligt het binnen mijn macht hier iets aan te veranderen? Daar kan het allemaal mee. Ja. Of dat je net binnenkomt en denk, laatste broodjes op. Weet je, dan kan je de rest van de lezing helemaal, dat kan. Maar je kan ook denken, ja, op dit moment is dat zo. Wat ligt binnen mijn macht? Nou ja, als ik de lezing wil meemaken, ga ik hierna een broodje eten. En dan kan je het wat hem betreft laten rusten. Maar we besteden heel veel tijd aan ons bezighouden met dat wat buiten onze macht valt. En dat is, met de fiets en een broodje is dat nog wat oefenen. Maar zoals je dat zei met je vrouw of je kind, dan wordt het een wat moeilijkere oefening, zeg maar. Ja, zeker. En wat ik ook een hele mooie vind, is dat zij zeggen, dat is een heel, heel interessant aspect, volgens hen valt ons lichaam buiten onze macht. Ik moet wel eens aan de Stoïcijnen denken, als je dan langs allemaal zwetende types in de sportschool rijdt. Ik sprak iemand een keer bij een lezing die zei, ik ben heel erg ziek geworden en ik heb altijd gesport, nooit gerookt, altijd gezond gegeten. En die zei dat hij echt iets gehad had aan de Stoïcijnen, omdat hij gewoon het zo onrechtvaardig vond. Want hij had toch alles gedaan om zijn gezondheid goed te houden. Weet je, maar dat valt binnen je macht, maar de rest niet. En het heeft hem heel lang gekost om daar die scheidslijn iets meer naar zichzelf toe te trekken en dat los te laten. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar ja, ik denk dat iedereen wel herkent, als je dat niet doet, dan is dat heel pijnlijk. Niet omdat het pijnlijk is, maar omdat we het pijnlijk maken door ons erin te vroeten, terwijl we dat niet moeten doen. Ja. Nog iemand? Ja. Ja, Jan, bedankt voor je verhaal. Over dat binnen je macht of buiten je macht. Mm-hmm. Vroeger dachten mensen dat ze niet konden vliegen. Dat lag vroeger buiten hun macht, totdat er een gek was die dacht, nou, dat kan ik wel. Ja. En ook met de gezondheidszorg. Mensen die proberen andere mensen nog langer in leven te laten. Ja. Maar ja, de dood ligt buiten je macht, maar dan eigenlijk ook niet. Want je rekt het leven toch steeds weer een beetje. Ja. Dus wat ligt dan buiten je macht en binnen je macht, is een hele lastige vraag, denk ik. Dat is precies juist. Het is een hele lastige vraag die je steeds meer opnieuw moet stellen. En het kan zijn dat je zegt, ik ga toch proberen om die grens iets op te schuiven. Nou, je noemt zelfs de medicijnen of gezondheidszorg. Dat is een goed voorbeeld. Kijk, het kan leiden tot fatalisme, maar dat is absoluut niet wat ze bedoelen. Want fatalisme is een ervaring van machteloosheid. Probeer er iets aan te veranderen, maar blijf dat niet proberen als je echt tegen de grens aanloopt. Maar waar die grens is, moet niet alleen elk tijdperk opnieuw vaststellen, maar eigenlijk elke mens op zichzelf ook weer opnieuw. Nee, ik sprak gisteren bij een lezing dus iemand die had dan een familielid, zeg maar, zo begeleid naar het einde. Die had een terminale diagnose gehad. En die hebben echt dat moeten besluiten. Hè? Namelijk van, je kan. Doktoren die hebben een soort van, ja, het is heel raar, maar heel veel artsen hebben de neiging om alsmaar door te behandelen. Hè? Ja, maar je kan dit nog proberen, dat nog proberen, dat nog proberen. Altijd dat rekken. En ze zeiden, eigenlijk was dat één grote ervaring van machteloosheid. Want dat einde zou komen, dat lag echt vast. Maar die tijd daartussen ligt wel binnen onze macht. Dus je zou wel, nou, toen hebben ze voor een soort palliatief iets gekozen. Hè? Dus met z'n allen op vakantie gegaan, flink wat morfine erin geknald en een heel, heel mooi afscheid gehad. Dat viel binnen je macht, binnen het machteloze einde, zou ik maar zeggen. En dus op die manier kun je altijd wel proberen dat op te schuiven. In onze wetenschap
dat stoïcijnen waren door en door wetenschappelijk. Wetenschap is de poging inderdaad om die grens op te schuiven. Maar meestal lijden we aan verwachtingen. Ik spreek veel artsen en die zeggen, er zijn mensen die zo woest worden als zij zeggen, ja, sorry, maar ik kan hier niks aan doen. Ik heb hier niks tegen. Hoe kan het nou? Wij leven toch in een maakbare wereld? Nou, die maakbaarheidsgedachte, wij hebben hem door onze verwachtingen veel verder daar gelegd, terwijl die misschien maar daar is. En dat maakt machteloos, wat hem betreft. Dus het is altijd de vraag, wat valt buiten je macht, wat valt binnen je macht? Maar dat moet steeds weer opnieuw bepaald worden. En misschien vind jij iets uit of ontdek je iets, waardoor die grens weer een stukje opgeschoven kan worden. Dat lijkt me prachtig, ja. Ja. Nog iemand? Is de groep van de Stoa niet net zoals de groep van Epicurus door het christendom zwart gemaakt? Zeker. Want ik bedoel, Seneca herinner ik mij een uitspraak dat godsdienst vooral nuttig is voor machthebbers. Vind ik een hele redelijke opmerking. Ja, ik zal het je nog erger vertellen. Hun eenheidsgedachte is zo consequent, dat als je een god hier buiten zou denken, eigenlijk is dat al een denkfout. Namelijk, dan heb je twee. Dat kan niet. Dus Seneca heeft het wel over God, maar dat moet je eigenlijk zien als God is reden, is natuur. Dat is gewoon hetzelfde. Dus dat is niet echt iets waar christenen op zitten te wachten natuurlijk. Je kan het ook in het Nieuw Testament terugzien. Omgekeerd trouwens ook. Ergens, volgens mij in het begin van het Nieuw Testament, dan hoor je Paulus het evangelie verkondigen. En dan staat er zoiets dat er epicuristen en stoïcijnen naar elkaar hoofdschuddend aankeken van waar heeft die vent het over? Zoiets staat dan, ja, iets chicere taal natuurlijk, maar... ja, nee, zeker. Sorry, wat was je vraag eigenlijk? Oké, ja, dat die daar moeite mee zouden kunnen hebben. Tegelijkertijd zijn er heel veel stoïsche elementen, Epicurus niet zo, maar stoïcijnse elementen in het christendom geslopen. Zeer veel. Maar de gedachte dat de mens van nature slecht is, dat gaat er echt niet in bij een stoïcijn. Dat kan helemaal niet. Dat is echt een hele, hele rare denkfout. En iemand die denkt dat hij van nature slecht is, zal ook wel voelen dat het een denkfout is. Ja. Nee, dat klopt. De natuur is slecht, hoe haal je uit in je hoofd? Sterker nog, als je in de God gelooft, is dat een nog raardere gedachte eigenlijk. Ja. Een laatste vraag misschien? Niemand bedenkt meer wat? Nee. Dan wil ik Jan Drost bedanken voor zijn boeiend verhaal. Jullie allemaal bedankt voor het komen. Aanstaande woensdag 6 mei zijn we hier weer, tussen de middag in de Hype. Met broodje moraliteit. Hopelijk tot dan.